Met hoge snelheid scheren de junioren langs de camera. En dat gaat soms maar net goed. Iedere dag staan de jongeren op het ijs. Voor school gaan ze eerst schaatsen. Na school komen ze terug voor krachttraining. Sandra is pas 17 en leeft voor short track. Sommige mensen kunnen wel gewoon hele goede inhaalacties maken. En ik denk dat het vooral dus heel erg belangrijk is dat je ook goed kan racen. Want short track gaat dus niet alleen maar om hard schaatsen. Maar het gaat dus ook gewoon om dat je goed door hebt hoe het spelletje werkt. Dat spelletje wordt uitgevochten op de baan. Meerdere shorttrackers proberen met spectaculaire inhaalacties als eerste over de streep te komen. Hoe? Dat maakt niet uit. Ik ben vooral 500 meter rijder en dan kijk ik toch wel heel erg naar Chinese Van. Zij is meervoudig wereldkampioen de 500 en ik vind dat zij heel mooi schaats en dat ze heel relaxed schaats. Linker een harde klap. De junioren worden getraind door oud-Olympisch shorttracker Niels Kerstold. Volgens hem is Xandra een supertalent die we waarschijnlijk zelfs terugzien op de Olympische Spelen in Peking. Voor Xandra Velzenboer geldt voornamelijk dat ze van zichzelf heel katachtig kan rijden. Heel explosief is ze. Dat zag je afgelopen wereldbeker al. Die kan gewoon nu al een halve finale halen. Dat is ongelooflijk voor iemand die nog nooit een wereldbeker had gereden. Xandra noemt zichzelf een echte racer. Deze shorttrack junior is klaar om haar droom te verwezenlijken. De Olympische Spelen behalen natuurlijk. En dan goud is natuurlijk het mooist. Maar ja, ik denk dat dat nog wel... dat ik nog wel een weg te gaan heb daarheen. Maar ik ben wel goed op weg. Maar ik moet nog wel gewoon doortrainen en beter worden. Dus ja.